Welkom bij de Technoloog nummer 199. Oh. Ja, Herbert, feest. Maar dan moeten we het eigenlijk ook even hebben over de 200ste. En oh, wat gaan we doen dan? Mensen nu vast uitleggen dat we niks bijzonders gaan doen. Nee, dat corona gedoe. Nee, dat ging niet. We hadden hele mooie plannen. Die zo, niet eens die waren, gaan vertellen. Want... Jawel, die waren zo mooi dat de mensen even denken van... Wow, gingen jullie dat doen? En dan gaan we het niet doen. We kunnen doen. Twee dingen doen. We kunnen de plannen nu uitleggen. Ja, over 50 afleveringen zijn ze toch weer vergeten. Ja, dat is toch weer een verrassing. Ja, voor technologenpodcast is 256 misschien mooier. Dat vind ik ja, een hele mooie mooi, suggestie. Ja. Aflevering 260. Dat gaan we doen. We gaan geen 2-5. Bert Slachter hoorden we trouwens. Goedemiddag. Goedemiddag, Bert. Altijd goede ideeën. Altijd goede, ja, sowieso. Je was in aflevering 180 over corona. Complexe systemen, corona, ja. Dat heb ik onthouden. Maar toen vertelde je aan het eind van, ik doe iets met engagement. En toen was ik helemaal los van, wow, daar wil ik veel meer over weten. Maar daar gaan we zo over hebben. Ja, want we hadden het nou net over de 200ste, 250 en de 260. Nee, we gaan de 260. Is dat nee, we hadden dus op een haar na een kerk afgehuurd. Ja. Om een hele hoop luisteraars uit te nodigen. En een groot feest van te maken. We hadden drie gasten geboekt. Drie gasten. Niet te, en die gaan we 3000 gewoon... mensen erbij. Vanaf volgende week dat kon allemaal niet. Gaan we die gasten 3 weken achter elkaar alsnog spreken. Maar dan elke uur. Elke uur, ja. Dus we smeren dat uit. Dan hebben ze eigenlijk nog langer ook. Hè? Want anders hadden ze... En ook een gedoe in een kerk. Ja, het geluid is altijd moeilijk in een kerk. Het geluid is moeilijk. Maar weet je, in coronatijd is een kerk ook best wel een probleem. Zoals jij weet, Bert. Ja. Kerken zijn super spreader events. Zo is het. Maar in Israël mogen ze nou niet meer naar gemeenshuizen. Maar je mag nu toch wel religieuze bijeenkomsten mogen toch meer dan 100, nog wel 100 man? Bert, dat Nederland weet jij. Weet Bert, en er zijn dus nu ook weer vanuit het land allerlei berichten dat er weer halve kerken besmet naar huis zijn gegaan. Ja. Want dat is gewoon wel, kijk, het probleem is dat als er het virus veel rondgaat... Gaan we dan, toch over corona hebben? Dan heb je best kans dat het in zo'n kerk... Kijk, als het bijna weg is, dan kun je ook weer gewoon gerust kerkdiensten houden. Ja, uiteraard. Dus daar heeft het altijd mee te maken. Ja. Nou, het... Okay. We gaan het niet over corona hebben. Goed idee. Nee, we gaan het over engagement hebben. Ja? Maar eerst... Oh ja, belangrijk. 5G. Hebben we nog een andere podcast. Ja, te 5G. Promoten. Ja, ga jij maar, want ik heb het niet klaarstaan. Oké, nou ga, goed. Maar ik kan hem alles over vertellen, want ik heb hem bijna 2 keer geluisterd nu. Oh jee, ik 1 keer en het is Digital Heroes van KPN. We hebben het er eerder over gehad. Experts geven de oplossingen voor de digitale uitdagingen van Zakelijk Nederland. En allerlei afleveringen zijn er, onder andere die over 5G, maar we hebben het nu over 5G. En ik ga eerst even de olifant in de huiskamer aanspreken. En dat is dat het gaat over stoplichten in Almelo. En iedereen denkt dan meteen aan Herman Vinkers. En dat wil ik eigenlijk alleen maar even gezegd hebben. Anders het is zo stom om dat altijd maar niet te zeggen. En dat doen alsof niemand daaraan denkt. Weet je wel. Jij kijkt best een beetje vaag trouwens nu. Weet je eigenlijk wel waar ik het over heb? Nou, ik weet dat Herman Vinkers uit Almelo ergens komt. Ja. Maar dat hij ooit een sketch heeft gedaan met stoplichten. Weet je niet. Is me echt ontgaan. Nou, vertel hem maar. Jij ook niet, Bert? Ja, zeker wel. Doe me na. Nee, goed. Bert... De gevleugelde woorden zijn, een stoplicht springt op rood, een stoplicht springt op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Ja, die is het. Ja, dat wist ik uiteindelijk. Weet je, dus ik vind het stom om te doen alsof helemaal niemand daaraan denkt. Oké, maar Almelo is dus echt de eerste stad in Nederland waar ze proefdraaien met een intelligent verkeerslichtensysteem. En dat werkt dan op 5G. Verkeer beter door laten stromen, zodat ambulances niet langer worden opgehouden. Nou, ik heb nog een keer extra naar die podcast geluisterd. En weet je wat het leuke is? Ik ben altijd eigenlijk op het standpunt van consumenten. En ik ben altijd sceptisch. Dus als het om, ook bij de overgang naar 3G, ook bij de overgang naar 4G. En nu weer vraag ik me altijd af, ja, maar wat schieten we er nou eigenlijk mee op? Het leuke is... Die vraag wordt dan meteen eigenlijk beantwoord en op een hele goede en interessante manier. Namelijk door te zeggen, die consument schiet er eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk veel mee op. Het is de zakelijke markt die ermee opschiet. En het gaat dan niet zozeer over bandbreedte. Die bandbreedte, dat scheelt wel, maar dat is niet het belangrijke punt. Het belangrijke punt is de betrouwbaarheid van de verbindingen en voor een deel ook de latentie. Die heel gering is. De latency is laag. En daardoor komen er hele mooie toepassingen in beeld. Er wordt ook keurig verteld. Namelijk bijvoorbeeld toepassingen waarbij een camera waarnemingen doet. Er zijn 2 voorbeelden van 1 drone boven een veld en 1 olieinstallaties met allerlei pijpen. Preventief onderhoud. En dan kun je waarnemingen doen
En die beelden meteen in de cloud laten checken op van alles en nog wat. En dan meteen, instantaan, bijvoorbeeld sproeien alleen daar waar het nodig is. Ja, ja, dat komt in die podcast. Ja, ik ook, dat is heel mooi. Maar wat is een nieuwe voorbeeld van 5G, wat ik heel graag wil, is real-time mobile. Real-time multiplayer mobile gaming. Want nu heb je natuurlijk Wordfeud, ja. Weet je, want dan kan je wachten. Maar als je toch gewoon kan schieten, want de latency is laag en de snelheid is hoog, dat je gewoon op je mobiel en jij schiet direct. Je bent in Tokio en jij schiet. Dat is toch te gek als ja, maar dat gaat kan. Niet gebeuren. Nou, bed leg uit. Nou, omdat die data die moet toch echt van Nederland naar Tokio. En maar gaat toch bloedsnel? Ja, dat eerste stukje naar die mast gaat. Ja, daarna niet en meer. Daarna gaat gewoon heeft het gewoon de natuurkundige wetten die blijven wat gewoon. Jammer, hè? Maar kan dat? Ja, goed. En ze stonden lichtscenario. En er zijn dus natuurlijk allemaal, weet je, nou goed, en al heel lang zeggen ze van, nou, dan zetten we dan, weet je, dat je het zeg maar vertraagt, want het hangt ook weer af van wat voor toestel je hebt. Om het lang van kort te maken. Ja, vertel. Nou ja, die serie podcast die gaat dus over Digital Heroes, gaat over verbondenheid, altijd verbonden blijven met elkaar. Podcast van KPN, gemaakt door onze geduchte John van Schagen, niet te vergeten. Kun je beluisteren op bnr.nl, de BNR-app en al die andere podcast-apps. Ook de app die jij gebruikt. Juist. Klaar. Ik ben namelijk wel blij met 5G. Altijd mooi. Oké, we gaan het hebben over engagement. Ik zeg want we zijn 6,5 minuut verder. Maar dit moest gezegd worden, maar nu engagement. Kijk, Bert, ik moet eerst uitleggen waarom je mij triggerde. Want de hele wereld is bezig met engagement. Dan ga je naar de Gamma en die zegt van ik wil meer engagement met mijn klant. En dan ga je naar Tesla en die zegt ja, echt de engagement met mijn gebruikers is heel belangrijk. En zelfs Apple vindt het en iedereen wil alleen maar meer engagement. Maar het is zo een verrekte vaag begrip. Ik weet niet wat engagement is. Ik ben betrokken, betrokkenheid, dat had jij in de vertaling. Ja. Ik voel me betrokken bij Herbert, maar in welke mate? Ik voel me betrokken bij jou, Bert, maar in welke mate? Wat bepaalt dat? Nou, dat is voor mij, dat zijn zulke ingewikkelde begrippen. Jij bent de engagement expert. Ik lach, ja, jij begon niet te lachen, dus ik denk ik moet het toch mee. Ja. Dus, maar kun je eerst gewoon uitleggen, wat betekent voor jou, wat is engagement voor jou? Ja, het is terecht dat je dat de vraag stelt, want er is ook niet een heel duidelijk begrip van dit is het en hier is iedereen het over eens. Hè? Dus er is niet een consensus van dit is de definitie van engagement, zoals je wel consensus hebt wereldwijd over wat een meter is. Bijvoorbeeld. Dus typisch iets wat voor iedereen wat anders betekent. Nou ja, en ook wat in de wetenschappelijke literatuur op verschillende manieren uitgelegd wordt. Of zelfs dat. Op verschillende manieren wordt toegepast of in verschillende contexten anders wordt gebruikt. En de vraag is zelfs of betrokkenheid wel het hele woord engagement vangt. En zo vertalen we dat natuurlijk graag. Maar wij hebben er ook, toen wij er met ons bedrijf mee bezig waren, ook gezegd, moeten we dat nou vertalen of moeten we het gewoon engagement houden? Ja. En daar hebben we dus ook voor gekozen. En, maar beschrijf het spectrum dan eens. Ja, laten we dat eens doen. Nou, als je gaat kijken ook in de literatuur, wanneer het voor het eerst voorkomt, dan ga je naar de jaren 90 en dan zie je op een gegeven moment dat er geschreven wordt over employee engagement. En dat is eigenlijk de eerste onderzoeksgebied waar je echt waar er heel veel over gesproken wordt, over engagement. En dan gaat het dus over de vraag van hoe verhouden een werkgever en een werknemer zich tot elkaar? En hoe kun je als werkgever zorgen dat je werknemer, nou laten we maar zeggen, betrokken is bij het werk? En dus daar werd heel veel onderzoek naar gedaan. Dat was het eerste onderzoek naar, want gewoon een huwelijk vind ik ook al een engagement, betrokkenheid die je hebt met elkaar. Je hebt al het woordje, hè? To get engaged. Ja, exactly. Hè? Wow, dus ja. Dus daar zit het al een beetje in. Dat is toch waar, En in 2011 kwam Nog even wachten naar die. Ja? Want we kunnen al het dus met die employee doen. Ja. Welke elementen zeiden ze van moet de werkgever of de werknemer doen waardoor die engagement wordt vergroot? Dus even in een huwelijk, als je veel met elkaar praat en veel communiceert, dat helpt. Nou, wat er toen werd beschreven bijvoorbeeld is, dat gaat over een relatief langdurige gemoedstoestand. Zo beschreven ze dat. Gerelateerd aan het investeren van persoonlijke energie in de ervaring of de uitvoering van het werk. Dus dat betekent dat iemand, een werknemer, zich zo verbonden voelt met het werk, dat hij bereid is om heel lang achter elkaar te blijven investeren in het bedrijf waar hij werkt. Ja. Dat noemden zij dan engagement. Het klinkt ook een beetje wetenschappelijk, een beetje formeel. Ja. Maar zo definieerden zij engagement. En dan is de vraag, wat kun je dan doen om die engagement te vergroten? Of misschien ook wel interessanter, om het te verprutsen.
Want dat moet je dan dus nalaten. Ja, natuurlijk. Op welke manier. En vanuit zeg maar deze stroming is heel veel geschreven ook door allerlei management schrijvers. Neem een Daniel Pink. Ken je vast wel Drive. Hè? Ja, Drive dat, ja. Die schrijft daarover. Over van wat zorgt in deze tijd er nou voor dat mensen hun werk komen doen bij je. Ja, nou dat is als je heel erg autonoom bent. Als je weet je, als je een grote doel, vakmanschap, een grote doel nastreven. Klopt. Ja, en precies. En in Nederland zag je de Rijnlandse stroming. Hè, tegenover het Angelsaksische werd het neergezet. Ja, stakeholder. Ja, dus dat je de beroepseer van iemand. Ja. Dat je, en dat ging ook over autonomie. En dat zijn eigenlijk allemaal doorontwikkelingen die vanuit de vraag komen van hoe zit het nou met die engagement tussen een werkgever en een werknemer. Dat was eigenlijk de eerste stroom waarin dit woord. En hoe werd dat gemeten? Gewoon gevraagd, want daarom is engagement nu natuurlijk zo leuk, omdat we in digitale tijdperk het makkelijker kunnen meten. Maar wat meten we dan? Dus daarom even het meten van toen. Geen idee. Gewoon vragen. Ja. Voel jij je betrokken? En dat soort dingen. Ja, ik en dat is natuurlijk het risico, hè, dat als je het plat moet slaan en je hebt heel weinig middelen, dat je meer op een soort van medewerkers tevredenheidsonderzoek uit gaat komen. Ja, precies. Hè, en dan gaat het meer om van zijn de koekjes bij de koffie wel goed? Hè, dus het is dat is voor het meten is dat dus lastig. Ja, en daarom kwamen er vaak practices uit. Hè, van joh, we weten dat dit zijn manieren die belangrijk zijn voor mensen. En daar kom je op van, nou ja, je moet zorgen dat het salaris in ieder geval in orde is. En vanaf dat moment helpt meer betalen niet, maar dan moet je werken aan andere zaken. Precies. Ja. Dus dat soort dingen zijn eigenlijk daar ook uit voortgekomen. Zeg, gaan we het nu hebben over betrokkenheid van werknemers bij een bedrijf? Dat is een onderdeel. Of over betrokkenheid van klanten bij producten of bedrijven? Of doen we het allemaal? Ja, nou kijk, waar wij vooral mee bezig zijn is de betrokkenheid bij een bedrijf of een merk of een doel. Een goed doel bijvoorbeeld. Ja. Of een vereniging. Als je het hebt over merk en dergelijke, dan heb je natuurlijk inderdaad over betrokkenheid van het publiek. Ja, van een mens, van een individueel mens. Ja. Maar het zijn dus allerlei verschillende vormen van betrokkenheid. Ja, dat is een relatief recente stroming, hè, in de literatuur. Dat echt gaat over customer engagement. En dus hoe zorg je ervoor dat jouw klant of jouw gebruiker of jouw lid of een burger of een scholier. Hè, het is een beetje vanaf de context. Of misschien een donateur. Bij een goed doel. Hoe zorg je er nou voor dat die engaged is? En wat betekent dat dan? En dat is een goeie. Dat spreekt me aan. Hoeven niet per se nu meteen over te gaan hebben hoor. Maar ze proberen dat bij de goede doelen op dit moment. Heel intensief door langs de deuren te gaan. En niet meer één donatie te vragen, maar een maandelijkse toelage of iets zeggen. Maar de vraag is of dat engagement is. Nee, dat is het niet. Nee, maar dat... Want ze komen alleen. Dat is het enige wat ze willen, dat je maandelijks gaat geld geven. Maar ze vertellen niet waarom. Ze hebben wel een verhaal, maar ze komen aan de deur en ter plekke moet je. Dit is een geweldig goed voorbeeld. Dit is een geweldig goed voorbeeld van waar het misgaat. Ja. Van wat engagement is. Ik wil er nog eentje noemen voordat we hierin gaan. Mm. Dit is fantastisch. En dat is technology engagement. Die zit daar qua tijd een beetje tussenin. En het spreekt ons natuurlijk heel erg aan ook. Hoe zit het? Hoe kun je nou de interactie tussen mens en machine, hoe kun je daar engagement in opbouwen? Dus hoe kan je zorgen dat de mens engaged is met technologie? Dus je user experience design. Doe je dat meer? Ja, dat zit daarin. Kijk, in het verleden was de vraag, en vanaf 2003 zo'n beetje zie je dat heel erg terugkomen. Daarvoor gaat het heel erg over de vraag, is deze technologie bruikbaar? Werkt het? Ja. Kan ik mijn doel ermee bereiken? Dat was eigenlijk, als je ging afvinken, wanneer is het af? Ja, je functionaliteit die je hebt en dat gebruik. Doet die het? Ja. De nerd is dan tevreden, maar precies. Niet iedereen is dan tevreden. En een beetje in die periode, laten we zeggen, na de dotcom-bubbel, toen die geklapt was, in die periode daarna heb ik zelf ook heel erg gemerkt dat het de focus heel erg ging verschuiven van zorgen dat het bruikbaar is naar het ontwerpen van engagement. Design thinking.
herdenking kwam toen op. Dankzij Johnny Ive. Ik heb nog een aardige anekdote. In die tijd, in 2004, ging ik met mijn bedrijf naar Polen toe om te kijken of daar mensen ons konden helpen. Ontwikkelaars waren toen onwijs schaars in die tijd. En toen dachten we, nou, weet je, daar zijn er een heleboel allemaal afgestudeerd en die kunnen ook programmeren. Ik bedoel, taal is universeel. En toen hadden we een proefopdracht laten doen. En het was best wel een eenvoudige functionaliteit. En wat we terugkregen was een scherm met allemaal knoppen en moeilijke formulierelementen en heel veel allerlei technische dingen. En wij dachten, joh, het is hier over nagedacht. En vroeger had, ja, we over nagedacht. Want zeggen, ja, hoe moeilijker de interface is, hoe belangrijker en duurder de software is. Ja. Weet je, zo dachten ze. Dat is, en wij, vindt, ja, in ieder geval, ons bedrijf waren we toen al heel erg bezig met hoe kun je nou ervoor zorgen dat het zo, ja, dat het fijn is om te interacteren. Precies. Ja. Dus het standaard voorbeeld is, als je vroeger thuis een Marantz stereo installatie had met heel veel knoppen, kwam iemand bij je thuis en zo, Herbert, die heeft het voor elkaar. Ja. En nu mag je geen knoppen meer hebben. Dat is het standaard voorbeeld. Ja. Maar hoe is volgens jou die ommekeer gekomen? Ik denk gelijk aan Johnny Ive, Apple. Ik denk gelijk daaraan. Of zijn er meer elementen? Of is dat niet waar? Ja, ook. Hè, dus dat gaat dan over het heel eenvoudig maken. Hè. Het design thinking, dat bracht hij erin, in mijn idee. Maar wat je vanuit zeg maar de engagement literatuur ziet, is dat ze zeggen, ze refereren dan vaak aan Csikszentmihalyi. Die kennen we denk ik wel van flow. Ja. Hè, ja. En wat is flow? Dat zit precies tussen arousal en control. Dus opwinding en beheersing. Mm-hmm. Daartussenin zit het. En ietsjes verder omheen heb je anxiety en relaxation. Kijk, als je van een technologie lui wordt, dan denk je er nooit aan. Dan ben je er niet in geïnteresseerd. Als je er angstig van wordt, ja, dan wil je het ook liever niet gebruiken. Dat is duidelijk. Dan kom je iets dichter bij flow. Pure opwinding en pure beheersing zijn blijkbaar ook niet zo interessant. Nee, het zit hem in dat kleine stukje ertussen, flow. En dat is wat in de interactie met technologie steeds meer gezocht wordt, dat je eigenlijk het superleuk vindt om iets te gebruiken. Ja, en dat boek kwam ook rond die tijd inderdaad uit, want toen heb ik het gelezen van Flow. Maar ik wil weten wie de aanstekers waren. Heb je er nog meer? Was het toeval? Waarom gebeurde dat toen? Weet ik eigenlijk niet precies. Dat weet je ook niet. Nee. Heb het jij? Nee. Nou, jij noemt Johnny Ive, maar volgens mij is het natuurlijk ietsje eerder nog. Want het is begonnen, het gebruiksvriendelijk maken van het hele gebruik van computers met Steve Jobs. Mac. Hmm. Ja. Dat is volgens mij de mijlpaal. En Johnny Ive is volgens mij pas later bij Apple gekomen om producten als de iPhone een mooi jasje te krijgen. Ja, dat is waar. Daar ging een design, weet je, science in. Maar in spullen makkelijk te gebruiken moesten zijn. Ja. Dat besef is toen gekomen. Ja. En ik heb ook sindsdien prent ik mezelf altijd in dat als een of ander stuk software of een apparaat, als het onbegrijpelijk is, dat het dan niet aan mij ligt, maar aan het ontwerp. Ja. En dat moet ik dan nog wel eens mensen uitleggen, nog altijd. Maar die overtuiging heb ik daar wel aan overgehouden. Ja, dus zeg maar Wolfram van die Wolfram Alpha. Dus die gast hoorde ik in een podcast zeggen, als ik iets niet snap, dan is het heel dom uitgelegd. Want ik moet het altijd snappen. Dat vind ik ook wel mooi, dat hij altijd vindt dat hij het moet snappen. Nou, maar is hij een van de genieën van deze tijd? Daarom, ik weet niet of dat echt... Nee, maar dat vind ik zo grappig dat hij dat zegt. Dat slaat ook niet. Maar Bert, jij zegt dus eerst die engagement met employee in de literatuur. Hè. Toen kwam het technologie. Zeg maar technologie en daarna customer. Ja. Maar is de technologie niet een enabler voor die customer en een enabler voor die employee? Sowieso, zeker. Ja, dus ik snap die lineaire volgorde van jou eigenlijk helemaal niet. Dat vind je leuk. Kijk, natuurlijk, het is meer van wanneer het begon, wanneer het ziet opkomen. Okay. Uiteindelijk loopt alles natuurlijk naast elkaar. En uiteindelijk hebben ze allemaal iets met elkaar te maken. En uiteindelijk kijken ze van verschillende hoeken naar hetzelfde vraagstuk. Ja. En waar het om gaat, is dat als jij engaged bent, dan ga je uit jezelf, zonder dat daar per se wat tegenover staat, een beloning, ga je uit jezelf blij zijn met datgene waar je mee engaged bent, met dat product, met dat merk, met dat bedrijf. Bijvoorbeeld als je het hebt over een merk en je bent engaged met het merk, dan ga je daar reclame voor maken. Er zijn allerlei, neem Apple. Er zijn allemaal mensen die maken reclame voor Apple. Wil je een laptop kopen? Oh, dan moet je een Mac hebben. Je hebt toch wel, weet je, twee telefoons, dan moet je wel een iPhone hebben. Dus die mensen krijgen daar niet voor betaald. Maar ze doen dat wel. Waarom? Omdat ze engaged zijn. Ja. En mag ik
proberen wat niveaus aan te doen? Want jij noemde al, in het begin was het goed genoeg als een product werkte. Ja. En toen kwam de gebruiksvriendelijkheid, zijn mijn woorden dan hoor. Dat is het volgende niveau. En ik denk dat er ook verschillende menstypen zijn voor wie het een voldoende is of het ander voldoende is. Ja. En wat je nu eigenlijk schetst, dat is weer een volgend niveau. Dat is namelijk dat je trots op bent dat je een bepaald product gebruikt. Exact. En dat is net weer iets verder. En ik denk of dat je trots bent dat je bij een bepaald bedrijf werkt. Of dat je trots bent dat je ergens klant bent. Ja, en ik denk dat Steve Jobs ervoor heeft gezorgd dat we beseffen dat het makkelijk te gebruiken moet zijn. En Johnny Ive heeft die trots in het spel gebracht. Je kunt nu zwaaien met een product en zeggen, kijk eens, ik ben cool, want ik gebruik dat. Ja. En dat gaat veel verder dan alleen die gebruikservaring. Ja. Ook schoonheid komt daarbij in het spel. Bijvoorbeeld. Ja, wat ze... Merktrouw zit daar ook dichtbij, volgens mij. Wat zeg je? Ook? Merktrouw zit daar ook dichtbij. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Trots dat je een merk... Dat absoluut. Dat ja, maar heeft, dat, zit, weet je, dat zit wel eens in de ontwikkeling van een product of een medium van het begint met zeg maar functioneel tijden, net zoals een krant. Hoe laat gaat de boot? Heel lang geleden. Ja. Daarna is het sociaal, van je leert heel veel wat erin staat en dat is heel belangrijk. En nu is het van, je maakt een statement of je de Telegraaf leest of het FD. Weet je, dan heb je een ander profiel. Dan, ja. Dus dat, is het, maar wat je dat dus, zit de ontwikkeling in. Wat je ziet als iemand service. Engaged is met een product of een merk of een vereniging of wat dan ook, ja. dan zullen ze uit zichzelf actie ondernemen om het door te vertellen of om meer ervan te kopen of om te vertellen dat ze een bepaalde ontwikkeling niet fijn vinden. Ja, dat is ook een heel belangrijk. Dus feedback geven of de reviews. Of uit zichzelf meegaan doen. Kijk, bij een vereniging kun je denken aan vrijwilligers. Ja, dus, of bij een goed doel ook. Hè. Je had het net over iemand die langs de deur gaat. Ja, laten we dat voorbeeld even doen. Ja, jij zegt van, nou ja, ik kom langs de deur. €1 voor de moeite, weet je. Hè? Zeker, ja. Maar misschien is er iemand anders die zegt, nee, ik ga langs de deur lopen. Die heeft er meer voor over. Mm-hmm. En misschien iemand anders die wil zelfs wel in allerlei commissies en vrijwilligerswerk doen. Nu denk je van vrijwilligerswerk, dus daar is sprake van engagement. Je krijgt er niks voor terug. Dus dat doe je omdat je engagement misschien met het doel van zo'n organisatie of met de organisatie zelf. Maar Apple heeft dus ook vrijwilligers. Dat zijn al die mensen die zeggen, je moet dit product kopen. Ja, zeker. Die zijn eigenlijk vrijwillig marketeer. Ja. Of mensen die gaan helpen om dat je het gaat snappen. Die zijn eigenlijk vrijwillig supportmedewerker van Apple. Audi, Tesla. Er zijn heel veel, maar ook bedrijven waar mensen werken. Of allerlei andere soorten organisaties. Die hebben in feite een soort van vrijwilligersmensen die uit zichzelf onbetaald. Omdat ze geëngaged zijn met een organisatie. Daar dingen mee willen doen. En dus ook vertellen bijvoorbeeld dat wat er nu gebeurt eigenlijk niet deugt. Dat ze dat niet fijn vinden. Ja, maar ik vind hem bij Apple en Tesla. Want hier zit natuurlijk een fanboy. Vind ik hem, want ik ben zelf natuurlijk ook engaged met die twee merken. En daar baal ik van. vorige week, Herbert. Engagement, dan baal je daar natuurlijk niet van. Nee, daarom, ja, dan ben je dus niet echt engaged. Maar ik zit dus vorige week naar die keynote van Apple. Tegelijkertijd bestel ik die iPhone Watch 6. Denk ik ook, waarom doe ik dat? Maar ik bestelde hem. Jij bent verslaafd, dat is wat moest anders. Moest ik dus een A4'tje, want ik wilde dat knopenbandje. Moest ik een A4'tje uitprinten? Ik denk, ik zat op een hotelkamer. Ik had gebruiksvriendelijkheid gesproken. Ja, precies. Ik moest een A4'tje uitprinten, echt waar. En dan moest ik dus tekenen hoe groot mijn pols was. Nee, joh. Echt waar. En toen, ja, dan ben ik er natuurlijk gelijk op afgehouden. Dus ik heb dat oude bandje weer besteld. Maar voor mij is het wel, nu je dit zegt, van, kijk, het uiteindelijk blijkt uit dat ik dat doe voor Apple, dat ik engaged ben. En zijn ze blij te zien in mijn geschiedenis van top. Maar daartussen hebben ze minder meetgegevens. Dus ik wil ook heel graag naar van de meetgegevens. En dat kan je ook op iemand langs de deur, of je engagement of niet. Weet je, ik noem in het voorgesprek het AIDA-model. Weet je, en dat, jij zegt, het zit ook op het eind, maar het zit ook bij de desire en de interest zit het ook. Nou, als je gaat meten, is het dus heel belangrijk om je te realiseren dat engagement niet hetzelfde is als activiteit. Want er is ook allerlei activiteit en interactie mogelijk die helemaal niet voortkomt uit engagement. Een bekend voorbeeld, of logisch voorbeeld, is de interactie die je hebt met de Belastingdienst. Dat doe je niet omdat je zo engaged bent met de Belastingdienst, omdat het verplicht is. Maar hetzelfde als het betalen van een boete bij de CIB. En ze kunnen wel zeggen, nou weet je, we gaan ons engagement meten. En die is onwijs hoog, want mensen betalen heel snel. Nee, dat komt als je hem lang laat liggen. Weet je wel? The stick and the carrot. Ja, dus verplichtingen of handelen uit boosheid en frustratie, dat is
Dat is wel interactie en wel activiteit, maar dat is geen engagement. Ja, maar mag ik die even onderbreken? Want als je nu even naar websites gaat, naar heel veel shops, is één beetje metrics die ze altijd doen, hoe lang was je op de site? En dat vertaal ze altijd naar, ze zijn engaged, want ze zijn heel lang op de site. Of die site is onbruikbaar of traag. Ja, nee, maar goed. Ja. Maar, dus ja, je moet met me eens zijn over het aantal likes en zo. Maar dat is echt een van de meetpunten. Absoluut. Je meet heel snel de verkeerde dingen. Dus dat is één. Dus dat betekent ook engagement. We zitten nog even in de fase van wat is het eigenlijk? Hè? Dat heeft dus eigenlijk altijd... half uur, maar goed. Dat heeft altijd een positieve connotatie. En dus engagement heeft altijd een positieve connotatie. Dus wat je eigenlijk wil als je gaat meten, is kijken of je die psychologische staat van de mens ten opzichte van datgene waar die mee geëngaged is, kunt vangen. En dan is de vraag, hoe dan? En je kunt je kunt kijken naar plezier. Hebben mensen plezier? Zijn ze enthousiast? Hebben ze passie voor iets? Of... Hoe meet je dat allemaal? Dat is de volgende vraag. Okay. Hebben mensen aandacht? Zijn mensen aandachtig met iets bezig? Of is het, weet je wel, betrokkenheid wordt vaak genoemd, een doortastendheid als dimensies deelname. Kiezen mensen voor om aan iets deel te nemen? Stel dat je even een vereniging neemt. Wat doet een vereniging? Ja, die verkoopt vaak. Je bent niet lid van een vereniging vanwege een product meestal, maar omdat zij iets vertegenwoordigen naar je, of omdat ze bijvoorbeeld kennis leveren, weet je, dat soort zaken. Dus verenigende leden van die een gezamenlijk belang of een gezamenlijke interesse hebben. Dus het gaat om kennis en om dus ook om vaak om bijeenkomsten die je met elkaar doet, of om informeren of om peilingen te doen, weet je, dat soort zaken. Ja, en dus engagement betekent dat je uit jezelf besluit om daaraan deel te nemen, bijvoorbeeld, in plaats van dat je ertoe gedwongen wordt of ervoor betaald wordt. En dus daar zou een dat is een denkrichting. Ja. Mag ik weer onderbreken? Zeker. Kijk, ik moet de hele tijd al, maar ik wil hem het niet noemen, want ik dat doe op het laatst, maar ik noem hem nu. Ja. Heet het engagement bij Facebook? Al die elementen die je nu noemt, want mensen zijn, of TikTok, leuk voorbeeld. Mensen zijn engaged met TikTok. Maar ja, dus het is gewoon een verslavend algoritme, dopamine. En ja, weet je, en je gaat er zelf naartoe. Dus heel veel elementen die je noemt, dat klopt. TikTok denkt, wow, die zitten echt lang. We kunnen echt veel advertenties in de feed kunnen we dus laten rollen. Echt mooi. Dus is het alleen maar time spent en niet time well spent. Komen we straks op met Facebook. Ja. Dus die elementen, die vind ik toch altijd lastig. Want ik denk namelijk, kijk waarom ook dit onderwerp bij mij zo fascineert. Ik denk namelijk dat standaard in de customer relation management. Ja, ik spreek CRM. CRM, ik spreek het expres zo uit. Want af en toe, ja, het is jouw vak. Er worden heel veel verkeerde dingen gemeten. En er worden heel veel verkeerde conclusies getrokken. Bijvoorbeeld gewoon tijd, wat we net al zeiden. Ja. En daar wil ik van jou horen hoe het wel beter kan. Maar we zijn nog met de definitie bezig. Nee, we zijn daar aan toe. We zijn daar aan toe. Dit stuk, denk ik. Mooi. Nou ja, kijk, het punt is dat je ook maar dat je met meten vaak ook te maken hebt met wat kun je meten. En als je maar heel weinig kunt meten, dan moet je het er maar mee doen. Hè? Dus dat is ook een beetje het hele verhaal. En kijk, wij kunnen werken vanuit Procurios, vanuit een geïntegreerd platform waar bijvoorbeeld, dus je CRM is weliswaar het centrum, maar daaromheen zitten je websites en de mailings die je stuurt, zowel fysiek als digitaal. Er zit je online community, een soort Facebook, maar dan intern, daar zitten je e-commerce, maar noem nou gewoon een klant, hoe jullie dat hele CRM, dat het wel klopt. Die mag nu, dat is gewoon reclame, dat weet ik ook wel. Nee, maakt me ook nu niet uit, want ik wil het weten. Maar het aardig is dus dat je onze online community heeft ook een app. En dus je kunt zo ontzettend veel meer interacties meten. We hebben ook een onderdeel voor bijeenkomsten en cursussen en trainingen. Kennisbank. Weet je, dus eigenlijk al die aspecten. We nemen maar even weer die vereniging als voorbeeld. Alle aspecten van wat zo'n vereniging doet. Dat kun je allemaal meten. Dan heb je allemaal mogelijkheden om daar op in te haken. Dus wij hebben veel meer dan een Google Analytics, waar je kunt kijken hoe lang is iemand op de site. En dat betekent dus ook dat je met elke klant moet gaan kijken, of met elke organisatie moet gaan kijken van in jouw context, in jouw domein, voor jouw wereld, wat heeft dan betekenis voor de engagement? Nou, we nemen die vereniging van Herbert. Ja?
Ja, het was een goed doel van Helbert. Ja, goed doel. Even commercieel is leuker. Ja. Doe even, dus commercieel, we nemen, zullen we Audi nemen? Ja, zou kunnen. Ja, ik vind auto's, vind je moeilijk? Geef me even. Weet je, het nadeel van Audi is dat er is heel weinig online interactie met Audi door de Audi-rijders. Mm. Dus daar valt veel minder te meten. Dat is veel lastiger. He, maar goed, kijk, weet je, een vereniging is wat dat betreft wel mooi. Omdat er zeker in deze coronatijd, maar er is ontzettend veel online interactie. Nee. Hekken, we gaan hekken verkopen. Hekwerk.nl. Hekwerk, ja. Hekken. Dus mijn engagement met hekken. Dat wordt een hele ingewikkelde, denk ik. Dat je verslingerd bent aan je hek. Ja, fuck. Ja, dit kan. Oh, sorry. Nee, maar ik wil even iets waar ik... Oké, waar zou je potentieel... Nou, heel goed. Tuinen. Ja, of fietsen. Hè? Want fiets huisdieren. Een fiets moet onderhouden worden. En je doen we fietsjes? Oké, fietsen. Doen we met tafels? Ja, of misschien een fietsenverkoopketen. Dus daar koop je een fiets en dan wil je daarna het fiets voor je kind. Of van je, of misschien... Nou, gewoon Batavus. Doe even Batavus of Gazelle. Pon, prima. Alright. Okay. Dus wat meet ik dan hoe engaged ik ben met mijn fiets? Ja, welke elementen? Dat moet je aan Batavus of aan Gazelle gaan vragen. Nee, want jij moet ze adviseren. Want ik, kijk, nu is het heel plat. En daarom vind ik, gebeurt het vaak heel plat. Oké, mensen zijn die hebben wel of niet een Gazelle-fiets. Ze zijn zo lang op de site geweest. Dus die nieuwsbrief hebben ze afgezegd. Dat is negatief. Die nieuwsbrief hebben ze wel positief. Hij is meer engaged. Hij komt bij een event. Dat is een plusje. Hij komt niet bij een event. Minnetje. Ja, weet je, dat is te plat voor woorden. Ja, dus... Kijk, sowieso, interactie tussen een mens en interactie met mensen is altijd complex. Ik denk dat we heel even het complexiteits... Laten we die eerst doen. Even, altijd leuk. Moeten we even in. Ja, sowieso. Geen podcast zonder complexiteit. Ja, die krijg je er gratis bij. Ja, mensen die niet willen horen, dit gaat 4 minuten duren. Er zat een linkje. Ja. Nee, maar kijk, interactie met mensen is altijd complex. En het is even interessant om naar het model... Veelgebruikt model, Kneffin-model heet dat, van Dave Snowden. Om daar even naar te kijken. Die verdeelt namelijk allerlei domeinen in vier smaken. Van simpel naar moeilijk of complicated, naar complex, naar chaotisch. En dat zijn vier domeinen waarin dingen zich kunnen afspelen. In het simpele domein vind je de dingen die bekend zijn. En dat zijn vaak bijvoorbeeld, eerst gebeurt er X en dan gebeurt dus Y. Dat is altijd zo. En daar zit bijvoorbeeld, stel dat je je krijgt het verkeerde salaris overgemaakt. Dan bel je de HR-afdeling en dan weet ze gewoon, verkeerde salaris overgemaakt. Dus moeten we dit doen. Dat is heel simpel. Dat kun je eigenlijk altijd automatiseren. Deterministisch. Ja, dan krijg je het moeilijke domein. En daar is het wat lastiger. Je hebt X en dan kan Y of Z uitkomen. En wat je daar vaak doet, is experts inschakelen. Dus zeg je mensen, joh, ga dit eens even analyseren. Begin hier, en dit is het vraagstuk. Ga eens met elkaar in debat, ga het analyseren. Hoe je dit automatiseert is vaak met een AI bijvoorbeeld. Die kan hierbij helpen. Of machine learning, dat soort zaken. En dan heb je complex. En dan chaotisch hoeven we niet, want bij chaotisch is het altijd van... je moet nu handelen om uit de chaos te komen. Dat is de aanbeveling. Moet je altijd uit de chaos komen? Ja, dat is als je het, tenzij je het prettig vindt misschien. Dat weet ik niet. Maar in de meeste situaties is chaos niet politiek. Ik heb totaal geen negatieve connotatie bij chaos. Ja. Ja, ik denk van joh, dan is het onvoorspelbaar. Maar goed, ga maar naar... Dus chaos wil jij zo snel mogelijk uit. Ja, het is complexiteit. In complexiteit zijn de unknown unknowns. Dus je weet eigenlijk niet precies wat er gebeurt. Dus elk mens is anders. En als je iets tegen een mens gezegd hebt... dan is daarna die mens anders geworden. Dus als je het voor de tweede keer hetzelfde zegt... gaat er misschien wat anders uitkomen dan de eerste. En dat noemen we padafhankelijkheid. Feedback lussen, slecht zicht. Weet je, de hele coronacrisis vindt zich nu nog in complexiteit. Dat is de wereld van... engagement dus eigenlijk ook. Hè? Dus het is het idee van we willen engagement. Dus wat we nu gaan doen is een heel groot plan maken voor de komende 4 jaar. Wat we allemaal aan marketingactiviteiten gaan doen. Ja, dat is... En dan behandel je het eigenlijk als een simpele wereld. Hè? En... snap je? Ja, natuurlijk snap ik. En als je zegt van...
Bij elke bedrijf moet je dit en dit en dit meten. Dan behandel je het dus als simpel. Ja, maar geef mij nu maar gewoon iets wat key performance indicators. Ja. Voor engagement. Ja, dus wat, die jij wel relevant vindt. Ja, dus wat wij, nou ja, dat. Ja, dat vind ik toch jammer dat je dat niet hebt. Ja, wat we dus doen is zeggen, je maakt een cyclus, hè, van waarin je gaat meten. Dus je gaat kijken wat er allemaal gebeurt in die interactie. Die ga je scoren. Ja, maar... En op basis daarvan ga je handelen. Ja. En als je dan gaat handelen, ga je weer kijken wat snap gebeurt ik ook er dan. Wel. Nee, maar dus iteratie, wat... dat snap ik ook allemaal wel. Precies. En dat... valideren, snap ik allemaal. Ja, maar dan in een hele korte cyclus. Snap ik ook allemaal. Maar mij gaat het erom. Ja, maar ja, dat is logisch. Maar waar het mij om gaat, wat geef eens een voorbeeld van zo'n kort experiment. Wat je meet, nou, wat je doet. Voordat Bert dat vertelt. Ja. Ik snap heel goed dat je eigenlijk bij elke branche en misschien zelfs bij elk bedrijf apart weer een andere procedure moet volgen. Naar bevind van zaken, ja. Trial and error. Want elk bedrijf is anders, heeft een ander publiek. Ja. Ander karakter, andere producten. En dat reageert allemaal weer anders op elkaar. Dus ja, maar Herbert, dat je elke keer opnieuw eigenlijk van nul af aan moet beginnen. Ja, maar waarom zeggen dan alle engagement executive advisors allemaal van je moet AB, je moet de tijd meten, je moet het aantal interacties meten, allemaal van die standaard. Omdat ja, een simpele boodschap goed verkoopt. Ja, maar wat bijvoorbeeld het, hè, dus we, je kunt bij ons kun je surveys doen, enquêtes. Ja, en je wil bijvoorbeeld de jaarlijkse enquête die 20 minuten duurt, misschien veel meer punten geven dan een random andere peiling. Omdat die veel minder zegt. Ja, en dus mooi. Dit is zo'n voorbeeld van ja, vind ik fijn voorbeeld. Hoe je heel erg differentieert. Dus oké, dit vinden we belangrijk. Als je bijeenkomsten organiseert, dan zou het kunnen zijn dat jij zegt, oké, dat mag wel een keertje bij mij. Ik ben de gast, ik ben de host. Dat levert veel meer punten op dan als je gewoon deelnemer bent bij een bijeenkomst. Ja. Als je spreekt, als je aanmeldt van ik wil wel spreker zijn op een bijeenkomst, dat is een veel hoger engagement. Je doet eigenlijk een investering in zo'n organisatie, in een vereniging. Dat is een voorbeeld van iets wat je meer punten geeft. Maar misschien ook wel differentieert tussen verschillende soorten bijeenkomsten die je hebt. Misschien is de verplichte jaarlijkse cursus. Misschien moet je er 0 punten voor geven, want hij is verplicht. Dus dat komt niet voort uit engagement. Ja. Dus dit is het niveau waarop je als organisatie zelf moet kijken naar welk gedrag bij mijn klant, burger, leerling, lid, donateur wijst op engagement. Welk gedrag komt voort uit een intrinsieke staat van verbondenheid mm-hmm. met zo'n merk of product of bedrijf? En dat gedrag, dat wil je punten geven. En dat moet je ook kijken van werkt dat nou? En dat verschilt dus. En dat ja, verschilt. Dat snap ik. Ja. Mooi, gaaf. Maar ik wil toch even terug, want ik vind deze eigenlijk nu iets te makkelijk nu je me vertelt. En ik wil natuurlijk altijd moeilijk dat je een beetje. Nou, maar we gaan toch even terug naar die fiets. Nee, wat een fiets. Ja, wat een fiets. Terug naar Gazelle. Hoe zou je die dan iteratief snel meten? Hoe zou je die engagement met mijn Gazelle? Want ja, ik ben wel engaged met Tesla en niet met Gazelle. Ja, stel dat Gazelle, hè, ik weet bijvoorbeeld dat Sonos dat heeft. Die heeft zo'n forum waarbij je vragen kunt stellen. Maar Sonos doet het niet. Misschien heb je dat bij Gazelle ook wel. Ja, mijn fiets is kapot. Hij schakelt niet meer. En wat je vaak tegenwoordig ziet is dat je dan product experts hebt. Het zijn gewoon mensen die uit zichzelf vrijwillig op zo'n forum de antwoorden geven. Die werken niet bij Gazelle. Maar die vinden Gazelle zo tof dat ze daar die antwoorden gaan zitten geven. Die mensen, die moet je daar punten voor geven. Dat zijn je fans. Dus gewoon even uit de mouw schud ik nu het voorbeeldje van Gazelle. Gaaf. Maar bijvoorbeeld ook iemand die, stel dat je bij Gazelle servicebeurten aanbiedt als in je garantieperiode. Mensen die heel trouw hun servicebeurt inplannen zijn misschien meer engaged. Zou kunnen. Maar dan moet je over nadenken. Of doen ze dat? Of zijn dat gewoon de angsthazen? Weet je? Dus dat zijn hele dat verschilt. En dat kun je dus niet vanuit een groot masterplan overal overheen strooien. Ik ben hier wel tevreden over. Ja. Ik wil wel graag even kwijt, terwijl we hier zo over praten, blijf ik toch steeds aan Steve Jobs denken. Ik ben bepaald geen Apple fanboy, maar ik vond het wel heel aardig dat Steve Jobs, en dat is in de geschiedenis is dat verschillende keren gebleken, dat hij vooral wilde dat er fantastische producten gemaakt werden. Ja. En zeker als jij vertelt van in zo'n forum van Gazelle moet je mensen hebben die hebben dat product en die willen daar graag over vertellen. Dan kom ik er in gedachten toch steeds op uit dat er maar één manier, want uiteindelijk willen we het natuurlijk toe naar hoe bereik je dat engagement. Hè?
Mm-hmm. En ja. Dan kan ik me eigenlijk maar één manier voorstellen. En dat is dat je geweldige producten maakt. Want dan krijg je mensen die producten geweldig vinden. Er blij mee zijn. Erover Klopt. Willen vertellen. Andere mensen willen helpen. En ga zo maar door. Nou, dus daar kan je op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen van ik kan dus mijn kennis over engagement kan ik gebruiken om mijn producten beter te maken. Dat is één invalshoek. Ja. En tweede is, als stel dat een product een gegeven is, omdat je het misschien niet kunt op maat kunt maken, zoals een fiets of een iPhone, kan het zijn dat sommige mensen het product als beter ervaren als ze het beter snappen. Of als ze meer engaged zijn. Okay. Dus je kunt de kennis over welke gebruikers zijn nou engaged en welke niet. Die kennis, daar kun je hele nuttige dingen mee doen. Product eenmaal, dat snap ik. En dat is, maar misschien ook bij het nog bouwen of bij het volgende versie van het product. Dus wat je als je engagement, kijk, we hebben dus een engagement platform en wat je daar dus mee kunt doen is zien van mijn 100 leden, klanten, gebruikers, deze 10 zijn onwijs engaged, dit zijn mijn fans, dit zijn mijn ambassadeurs en deze 10 zijn aan het afhaken. En die kun je dus op, en daartussen zit een groep, whatever. En die groepen kun je op verschillende manieren de interactie mee aangaan. Ja. En je kunt je ambassadeurs misschien meer beter inzetten. Je kunt de mensen die afhaken misschien eens bellen. Joh, wat is er aan de hand? Kan ik je helpen? Okay. En op die manier kun je zorgen dat maar je product... Maar dan is de vraag dus, hoe ga je om met het engagement dat er al is? Daar doe je het voor. Ja. Die kun je dus misschien verhogen. He, dus als een groep afhaakt, dan kun je er misschien achter komen wat ze dwars zit. En daarmee het engagement weer terugbrengen. Dus het gaat eigenlijk om de vraag van, kan ik mijn communicatie afstemmen op hoe engaged mensen zijn. Ja, even twee dingen. Eén, je hoeft niet altijd het beste product te zijn, want er zijn mensen die engaged zijn met de action. Echt gewoon troep. Verkoopt action, zijn onwijs engaged mee. Ja. Dus het hoeft niet altijd product leadership te zijn, kan ook cost leadership zijn. Dus en ook in customer intimacy kan je ook, weet je, het is zo fijn dat ze altijd die communicatie. Dus het is niet, denk ik, alleen product. En we wilden een stap verder naar Facebook enzovoort en hun engagement. Maar toch, je triggert me door die opmerking. Wij hebben een platform waarbij je kan zien 100 mensen, 10 zijn engaged, niet. En we hadden al mooie voorbeelden. Maar moet je dan voor iedere opdrachtgever die je hebt, die hebben dus hetzelfde platform, logisch. Ja. Maar die hebben dat anders ingericht met andere KPI's, waardoor ze... iemand, een klant, veel punten krijgt, minder punten krijgt. Ja, en noem eens een paar KPI's. Is inderdaad zoveel e-mails verstuurd, dat soort dingen. Ja, dat kan heel gedetailleerd. Dus je kan zeggen van dat je een mailtje of dat je een mailing leest, maar ook dat je doorklikt of hoe snel, Soort dingen. Ja. Dus maar ook verschil maken deze mailing, weet je, dat is prima. Maar die mailing, als je daarop reageert, dan heeft dat andere betekenis. Ja. Maar ook als je vervolgens inschrijft op een bijeenkomst en of je dan daadwerkelijk komt opdagen of dat je je spreker bent ergens, of dat je de host bent, of enzovoort. Dus dat hele, al die zaken, dus ook we hebben een online community, like je daar andere dingen, post je de berichten, reageer erop. Hoe snel doe je dat? Doe je dat in je app? Weet je, het zijn natuurlijk allemaal dingen waarvan je kunt zeggen van, hey, dit heeft meer betekenis dan die. Als je reageert in de huiskamer of in het roddelkanaal, heeft het een andere betekenis, zodat je iemands probleem zit op te lossen. Kun je het kwantificeren van zoveel extra punten engagement, wat voor KPI combinatie komt uiteindelijk één getal uit, denk ik. Ja, een score of zo. Ja, een score en die verbeter je in 3 maanden met zoveel procent. Kan je, en ik denk even aan de funnel, uiteindelijk wil je natuurlijk ook iets verkopen. Ja, dat is ook wel heel plat, maar goed. Kun je daar iets van zeggen? Kwantificeren, zoveel meer engagement betekent zoveel meer sale? Of is dat is echt complex, waardoor je dat niet zo één op één kan zeggen. Want ik zit nu inderdaad, ik hoor mezelf makkelijk te denken. Ja, in dat kwadrant zit ik nu. Ja, kijk, het punt is natuurlijk dat voor heel veel organisaties geldt nu dat ze dat het belangrijkste is dat mensen niet afhaken. Dus dat ze hun klant houden. De makkelijkste klant om te scoren is degene die niet afhaakt. En dus daar zit al een hele belangrijke. Hè? Dus neem ook, we hadden het net over die goede doelen. Ja, donateurs, man. We weten ook gewoon uit onderzoek dat je meer kans hebt dat je een donateur houdt als die betrokken is bij je werk. Hè? Van een goed doel. En dat bij een vereniging idem. Ik bedoel, als je ergens lid van bent. Hoe vaak hebben mensen niet, ben ik daar lid van? Ja. Weet je wel? Maar op het moment dat je heel engaged bent met zo'n vereniging, dan is dat niet in vragen. Dan ben je aan het investeren eigenlijk erin. Huh? Waarom? Apple ook. Waarom stappen mensen zo moeilijk af van Apple? Ja, oké. Okay. Het is natuurlijk... ik ken een aantal... Walled Garden, hè? Maar maybe. Dat zou kunnen. Ja, dus dan ben je het gewoon vast. Dan zit je aan de belastingdienstkant van het verhaal. Mm. Ja.
Ja. Oké, zullen we naar dat even dat standaard meten, vind ik toch even leuk om te behandelen. Wat mijn trigger was ook om je uit te nodigen dat Facebook eerst had time spent en toen gingen ze time well spent. Want ze dachten van ja, die engagement is heel hoog. Maar ja, het is helemaal niet well spent en dat gaat helemaal mis. Dat is 1 en 2. Het zijn weer die platte KPI's met aantal likes en zo. Dat het helemaal niks zegt. Maar advertentiebudgetten gaan daar dus wel naartoe, hè? Ja, ik denk even aan de influencers. Ja, ik denk aan Famke Louise. Ja. Om maar even iemand te noemen. Ja, ik denk wel dat het goed is om nog eventjes ook de notie in te brengen dat dit zegt niks. Dit geeft geen oordeel over hoe goed of hoe nobel of hoe ethisch datgene is waar je mee engaged bent. De vereniging van kinderlokkers, die kan, daar kun je ook met super engaged zijn. Ja, oh. dus zeg maar, ja, dit is in principe is dit neutraal. Dit engagement heeft geen mening over waar je aan engaged bent. Dus in zekere zin, ja, YouTube heeft gehad op een gegeven moment dat algoritme, hè, dat je recommendations van wat wordt de volgende video. En YouTube zelf kwam na analyse tot de conclusie van, iemand anders had het geloof ik gezien, maar ze waren het daarmee eens dat relatief veel mensen in allerlei rare rabbit holes terechtkomen. Met allerlei complottheorieën. Waarom? Daar blijven mensen kijken. Dus dat algoritme, het recommendation engine, die werd getraind, die werd beloond door mensen zo snel mogelijk allerlei complotvideo's te laten zien over de platte aarde en verzint allemaal. Omdat mensen dan blijven kijken. En toen zei Google, misschien moeten we ons algoritme een beetje terug in de kooi stoppen, weet je wel. Ja, maar het is interessant, want engagement is dus hoog. Is dat engagement? Ja, in jouw definitie van in het begin al die woorden is hoger als je dus in die rabbit hole komt dan dat je een breed palet van meningen ventileert. Dus je hebt een positieve verbinding met YouTube op dat moment, terwijl je misschien wel rommel zit te kijken. Trouwens even jongens, de rabbit hole podcast van de New York Times luisteren. Oh ja, is dat waar? Niet normaal. Die gaat hier namelijk ook. Ik moest ineens denken, die gaat hier ook. Deze, moet even Dat klopt, ja. Dit is fantastisch. Ja. Dat is van die kerel die dit, ja. Die kerel hebben ze dus zijn video's geanalyseerd van zijn geschiedenis. En zo geanalyseerd. En dan zien ze dus hoe hij in die rabbit hole gekomen is. Dus klopt. Hoe dat dat is fascinerend hoe goed ze dat doen. En ja, hij wordt een extremist. En dan kunnen ze gewoon analyseren. En daar, volgens mij is er ook een artikel over geschreven. Ja, ook, ja, natuurlijk. En dus, ja, precies. Maar dit is dit verhaal. Hè? En dus dat is wel, als we het over Facebook gaan hebben. En time spent, time well spent. Bedoel, je had het over TikTok in het begin. Ja, weet je, ik denk dat heel veel mensen al meer gaten in hun geheugen hebben van de TikTok dan van het bier. Zeg maar. Ja. Je denkt, waar is dat uur gebleven? Ja. Ja, dat is gewoon wijs verslavend gemaakt. Is dat dan goed? Gamification, dat is dus ook, daarom is dat ook vaak een thema. Van kunnen we ons product, kunnen we niet gamification in ons product? Oké, hoe ga je. Oké, maar dus we hebben de verkeerde KPI's. Hoe ga je dan. Die engagement is nu een 10, hè? Dus weet je, je hebt gemeten in jouw platform, even als voorbeeld, wat is makkelijk. De engagement is omhoog gegaan, de getallen gaan omhoog, hartstikke mooi. Maar ik wil toch even naar die transactie opnieuw, want die vond ik niet helder genoeg. Ik noemde net om dat te kwantificeren. Maar nu heb ik meer van hoe bereik je dat? Denk ook weer aan het AIDA-model. Hoe bereik je nu van. Kan je daar iets over zeggen? Of is dat te. Je moet donateurs hebben voor jouw. Goede doel. Super engaged, hartstikke mooi, maar niemand wil langs die deuren. Dat verdomme. Ze zijn super engaged. Dag en nacht zitten ze op. Zelfs op WhatsApp zitten ze nog hele discussies te voeren. Of de mensen gaan wel langs de deuren. Maar ze krijgen geen resultaat. Concreet voorbeeld van goede doelen is bijvoorbeeld dat je de 10% meest engaged gevers, donateurs, die nodig je uit om een actie te houden voor zo'n goed doel. Bijvoorbeeld. De Alpe d'Huez fietsen, weet je wel. En dan allemaal andere mensen vragen. Sponsor mij als ik dat ga doen. Zo'n soort actie. Dat moet je niet vragen aan de mensen die aan het afhaken zijn.
Weet je, en die groepen tussenin misschien ook, is misschien ook al niet het meest voor de hand liggend. Want dat zijn er misschien 1000 en 1000 is wel erg veel. Misschien kan je beter de 50 meest engaged mensen gewoon persoonlijk even bellen. En zeggen, joh, zou je dat willen doen? Dat is misschien veel nuttiger dan met... Dus je kunt veel preciezer communiceren. Dus, terwijl bij de afhakers wil je misschien gaan vragen van, joh... Wat, precies, dat wou ik zeggen. Want je wilt de top zoveel, die wil je behouden en natuurlijk zo enthousiast houden als ze zijn. Ja. Maar het meest loont het, zou ik zeggen, om te investeren in de mensen die willen gaan afhaken. Want die wil je natuurlijk niet kwijt. Klopt. En misschien moet je ze wel met elkaar in verbinding brengen of zo. En dat de ambassadeurs de afhakers er weer bij pakken. I don't know. Maar dat zijn dan weer... Maar dat zal heel erg toepassen van de tool. Verschillen per milieu waar je mee bezig bent. Per groep... Absoluut. Bert, product, we moeten het ook over. Is het zo van hoe meer ik van mijn klant weet, hoe meer ik kan sturen aan de engagement? Dus in privacy gedachten denk ik nu, hoe meer data, hoe meer ik kan sturen dat hij engage is. Of is dat niet zo? Hoeft dat niet? Nou, het gaat niet per se om de eigenschappen van de klant. Dus dat je weet hoe oud hij is, waar hij woont. Weet je wel, dat soort dingen. Gedrag gaat het om? Maar het gaat om gedrag, ja. Dus het gaat om het toekennen van... Maar hoe meer data... Ja goed, maar hoe meer data ik heb over zijn gedrag... dan kan ik iets in maken. En... Ja, precies. Maar op zich... gedrag is dan weer niet een persoonsgegeven natuurlijk. Nee, precies. Maar dus dan heb ik een twin van A. Nee, maar een heel mooi tegenvoorbeeld. Op zichzelf zou je kunnen zeggen... je kunt moeilijk te veel weten van je klanten. Maar behalve als jouw doelgroep toevallig net mensen is... die privacy heel belangrijk vinden. Ja. He, als je de vereniging van voor privacy bent, dan wil je niet te veel weten van je klanten. Ja. Dat is dan juist een selling point. Denk aan Startpage, he, zo'n soort bedrijf. Ja, Bits of Freedom. Die willen kunnen zeggen, mensen, trouwens Apple, die adverteert daar ook mee. Wij weten heel weinig van jullie en dat is goed. Ja, dus ik denk dat we er naartoe moeten als... als sector, als zeg maar, de technologie in zijn breedte, zeg ik maar even, naar transparantie geven in dit soort, over dit soort dingen. Ja. En daar is natuurlijk ook al een hele beweging over de algoritmisering. Hè? Dat je van algoritmes eigenlijk, iemand die een algoritme beheert of heeft, dat die eigenlijk inzicht zou moeten geven in waarom dat algoritme tot een bepaalde keuze komt. Daar zijn mensen mee bezig. Ik had vanmorgen nog met iemand over. Misschien moeten we wat harder duwen dat we technologen naar een soort van eet van Hippocrates laten afleggen. Ah, ja. Van ik doe goed. First do not harm. Hè? Ja, van zeg maar de ethiek van advertentienetwerken, dark advertising. Hè? Dus dat je weet van iemand, hey, deze persoon is makkelijk te verleiden, is kwetsbaar. Die geef ik een ander soort advertentie dan de persoon die niet kwetsbaar is. Degene die dat controleert. Dat zullen ongetwijfeld niet kwetsbare personen zijn. Die zien allemaal hele deugdelijke advertenties. Maar die personen die wel heel makkelijk te beïnvloeden zijn, die krijgen... Dat zijn hele nare patronen. En dat is natuurlijk heel onethisch. Ik kijk heel vies nu. Hè? Dat zie je op YouTube. Nee, maar ik dat is allemaal YouTube. Dat is natuurlijk ook verwerpelijk. We hadden 54 kijkers vorige week. Okay. Ja, maar dat is verwerpelijk. En dus ook om het gaat ook om het verzamelen van data. Het verzamelen van gegevens. Ja, dat heeft niet het eeuwige leven. En we gaan er gewoon naartoe, denk ik. Hè, ik kijk even naar Herbert vanuit even decentralized identity. Mm-hmm. Denk dan bijvoorbeeld aan. Dat we uiteindelijk de controle over de identiteit van de persoon weer bij de persoon zelf willen leggen. Ja. Dus als jij mijn klant bent of mijn donateur, dan is wat ik over jou weet van jou. Uiteraard. En jij moet uiteindelijk de controle daarover hebben en kunnen bepalen wat ik... Wat ermee gebeurt. Nee, maar ook bepalen wat ik ermee mag. Ja. En denk even aan het elektronisch patiëntendossier. Dat is een logisch voorbeeld. Dat is jouw patiëntendossier. En jij mag bepalen welke dokter voor welk doel, voor hoe lang daarin mag kijken. En dat zal misschien ook moeten met gedragsdata en persoonsgegevens. En engagementgegevens, absoluut. Want ik ging zo vies kijken. Omdat jij zei, iemand die kwetsbaar is, krijgt een andere advertentie. Ik ging vies kijken. Ik dacht van, hoe weet je nou dat die persoon kwetsbaar is? Want dan moet je alles van die persoon weten. Dus dat kan je al helemaal niet weten. Als het iemand is die makkelijk op afbetaling koopt, bijvoorbeeld. Ja, maar dat mag jij niet weten. Nee, maar dat is... Als het decentraal is... Ja.
Nee, maar dat is hoe die tracking cookies werken. Ja, die third party. Ja, 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 ja. Ja, maar die worden steeds, die gaan er al snel uit. En dan heb je die first party. Nou, goed, maar op je eigen site kan je het dan wel weten. Ze verzinnen altijd wel weer wat. Anders gebruiken ze fingerprinting van je browserprofiel. En verzint allemaal maar. En daar verzint Apple, die verzint nu weer wat om dat fingerprinting tegen te gaan. Weet je, het is toch een kat-en-muisspel. Ja, maar het is toch wel interessant. Want met jouw engagement platform, ik denk toch, ja, dan verzamel jij data. Je bent natuurlijk heel erg een voorstander van decentralized, je eigen data. Maar is het dan data van de club? Wat hadden we? Een gezondheidsclub? Nee, we hadden goede doelen. Goede doelen, sorry, ja. Bouw je dat nu al zo op of niet? Dat lijkt me best een lastig pakket, want de wereld zit nog niet zo in elkaar. Nee. En je kunt ook niet op de troepen vooruit lopen, omdat die technologie moet bij die gebruiker ook zitten. Dus wij volgen dat natuurlijk met grote interesse. En wij zijn zeer voor het heel ethisch en verantwoord daarmee omgaan. En dat is met name een probleem met de interacties met mensen waar je heel weinig eigenlijk mee hebt. Dus daar in eerste instantie vond ik het voorbeeld van die hacken is heel lastig. Want in principe is het gewoon niet de bedoeling dat je daar heel veel data van verzamelt. Dat is gewoon heel transactioneel. Koop een hack en tot nooit meer ziens, weet je wel. Dat is heel anders dan een vereniging waar je lid van bent. Als ik lid ben van een vereniging, zou ik het best acceptabel vinden dat ze iets van data over mij verzamelen om te zorgen dat ik meer heb aan die vereniging. En als ik bij een goed doel donateur word, vind ik het best interessant om dat misschien bijdraagt aan het behalen van de missie van zo'n goed doel. Ja, dan ben je daar. Oké, maar share jij je data met Apple of niet? Want dan moet je, als je met een nieuwe, weet je, dat moet je altijd delen of niet? Ja, dat doe ik dus. Met Apple doe ik dat wel, omdat ik namelijk ik wil graag bijdragen. Mijn belang is dat mijn software stabieler wordt. Dus ik vind het prima dat er een sysdump die kant op gaat. Kijk, ik kan natuurlijk ook beoordelen dat daar daadwerkelijk geen nare data in zit. Dus dat is een voordeel, ja. Maar in principe zijn er zoveel mensen die daarnaar kijken dat het dan ook alweer deugt. Maar in veel gevallen doe ik dat dus, ja. Omdat ik denk dat de wereld daar beter van wordt. Maar als Apple zou zeggen zo, meneer Slachter, mag ik al uw persoonlijke gegevens hier in een of andere slecht beveiligde database zeggen? Nee, doe maar niet, weet je wel. Dus daar, ja. Deel jij het? Nee, bijna ik nooit. Ik ook nooit. Ik denk, dat doet een ander. Dat doet Bert is het wel. Heel belangrijk wat Bert zegt. Ik take one for the team, jongens. Ja, inderdaad. Bert zegt heel terecht, ik kan beoordelen dat daar waarschijnlijk geen rare dingen mee gebeuren. Nou, ik vind dat ik dat niet kan beoordelen. En dus doe ik dat veiligheidshalve niet. Ja. Ook al omdat er maar heel weinig producten zijn waar ik mij echt engaged mee voel. Ja. Omdat ik ben van... Nee, maar goed, met je Fairphone. Laten we even een ander voorbeeld. Met je Fairphone heb je toch wel... Dat is wel een uitzondering. We hebben het even een ander voorbeeld. Jij bent Tesla-fan, hè? Hoe kan het zo zijn dat Tesla zulke ontzettend goede zelfrijdende software heeft? Ik deel het wel met Tesla, klopt. Nee, maar goed, dat komt omdat zij het meeste data hebben. Waar ze hun machine learning op kunnen trainen. Ja. En dus het is direct in jouw belang als Tesla-rijder dat je je data aanlevert. Kijk, stel dat je zegt, doen alle andere mensen. Stel dat iedereen in Nederland dat doet, dan wordt het getraind op Duitsland, weet je wel? Ja. Dus het is maar soms dit zijn in je lastige belang... dilemma's, hoor. Dat weet je, natuurlijk. Dat is weer per geval afhankelijk, weet je. Ik denk, Apple heeft genoeg, denk ik. Weet je, dat soort overwegingen. Dus het rijkste bedrijf of iedereen moet elektrisch. Ja, dat soort afwegingen maak je dan. Waarom maak je die afweging? Omdat je denkt, misschien zijn ze wel evil. En ze hebben vaak zat bewezen dat ze evil zijn. De grote Ik denk Facebook bijvoorbeeld met het Cambridge. Facebook sowieso. Maar ik vind Apple in mijn gradatie, denk ik dat Tesla zelfs nog meer evil is. Elon Musk, die vertrouw ik minder dan Tim Cook. Alleen ik vind Apple zo groot. Ik denk, die kunnen wat minder. En ik vind iedereen elektrisch rijden, vind ik belangrijk. Dus daarom dat soort afwegingen. Maar dat maak je dus constant, Kijk, en ik vertel bijvoorbeeld ook dat ik in Nederland woon. Want dat is wel handig, omdat mijn software dan euro's gebruikt in plaats van dollars. Dan moet je niet elke keer goed zetten, weet je wel. Maar dat is ook al iets wat je deelt. Ja. Dus we doen het allemaal een beetje. En de vraag is tot waar. En misschien als we hier als industrie tot hogere standaarden komen. Ja. Het is nu ook niet zo dat als je naar het ziekenhuis gaat, dat je eerst uitgebreid antecedentenonderzoek doet van je arts om te kijken of die je niet gaat doodmaken als je onder narcose bent. Weet je, we hebben gewoon met z'n allen onwijs vertrouwen dat al die artsen dat die deugen. En we gaan mensen niet harmen. Ja, en datzelfde vertrouwen, datzelfde niveau van vertrouwen hebben we niet in tech nog. Nee, dat klopt. Dus daar zijn nog wat stappen te zetten. Ja, hey, ik heb er een bloedhekel aan, maar want ik wil het liefst, weet je, dat
niet dat ik van wat heb ik nu geleerd of wat heeft de luisteraar nu aan met 3 punten, 3 bullet points ja. met engagement. Hey, het is helderder geworden. Maar dat hoop ik met engagement wel, omdat ik het zo een lastig onderwerp vind. Ja. Dus wat ik eruit haal is heel erg van oké, het is veel meer op, je moet bij case per case bekijken van wat je KPI's zijn en niet wat de engagement executive guru 7 bullet points. Ja, ja, ooit, ja, precies. Ooit wat gezegd heeft in een boek wat voor iedereen zou moeten gelden. Nee, het is dus echt case by case. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. Jij moet echt een beetje valideren, nou ja, experimenteren. En wat dus ook belangrijk is, is dat de kwaliteit van je data hoog is. Op het moment dat jij een jouw IT-landschap bestaat uit 17 eilandjes. Je hebt een apart systeempje voor je blog, een systeempje voor je shop, een systeempje voor je CRM. Maar waar ga ik middel leeg gebouwd? Dat kan haast niet. Dat nou ja, je alles in doet. In dat zou kunnen. En dan moet het dan wel allemaal op elkaar aansluiten. En is het dan wel, weet je, hoe real-time is dat? Ja. Dus daar zit, kijk, hele grote bedrijven, zeg maar enterprise, die hebben daar dan dus ERP-achtige oplossingen voor. En met name voor MKB, en dat is waar wij ons veel meer mee verbonden voelen als Procurios, is dat dat niet dat dit er niet alleen is voor de miljoenen bedrijven, voor de NS of voor de KPN's, maar dat dit ook, zeg maar, deze technologie ook gedemocratiseerd wordt, beschikbaar komt voor veel kleinere organisaties. Zeg ja. Wij willen het ook wel. Alleen dan, heb je dus wel een geïntegreerd platform nodig. En dat is ja. Even een businessvraag. Jullie zetten dat platform neer. Ze betalen een licentiefee. En doe je ook nog consultancy of de data-analyse en wat er allemaal gebeurt? Of is het alleen maar neerzetten? Dat is precies het model. Ja, in principe is het een abonnement. Ja, licentie, ja. En het inrichten is heel erg case by case verschillend. Klopt. En we hebben klanten die dat helemaal zelf hebben gedaan. Dat waren klanten die soms ons al kenden of zelf heel tech-savvy zijn. En bijna altijd willen ze graag geholpen worden. Namelijk met de vraag, wat werkt er nou, wat werkt er nou niet? Dus er zit gewoon een stuk inhoudelijke consultie in. Soms ook gewoon helpen bij het inrichten. Helpen bij bijvoorbeeld migreren van allerlei oude systemen. Voor data geldt vaak dat de kwaliteit van je data zo ontzettend belangrijk is. Ja. Als die niet deugt, weet uiteraard. Je wel. Dus daarbij helpen. Tot en met soms een stukje maatwerk. En dan ga je sprinten, ga je scrummen. Ja, precies. Ja. Maar dan nog van, wat haal ik uit? Ik heb dat, weet je, ik heb dan een licentie. En wat ik uiteindelijk meer aan engagement en wat ik daarmee verdien of waarde toevoeg aan de samenleving, lijkt me lastig te kwantificeren op voorhand. Doodse stilte. Ja, nou, ik zit even te denken over je zin waarde toevoegen aan de samenleving. Ja, de technologie is natuurlijk neutraal, dus je kunt ook dit inzetten voor iets wat geen waarde toevoegt aan de samenleving. Nee, maar ik kom even met heel. Dus we hebben het met het goede doel. Ja, ja, ja. Nee, maar het is moeilijk te kwantificeren. Maar wat we dus vaak zien is dat verenigingen die hiermee gaan werken in staat zijn om het afnemende ledental tot stilstand te brengen en weer een groei te realiseren. Ja. Dat goede doelen, dat ze zien dat ze in staat zijn om hun donatiebedragen weer omhoog. Ja. Maar ook de effectiviteit van acties die ze houden. Om te zien van, deze actie heeft met veel minder kosten, veel minder inspanningen, veel meer opgebracht. En dat is bij goede doelen natuurlijk al de vraag. Het geld. Je wil zo groot mogelijk gedeelte van het gegeven geld dat gaat naar het doel. Ja. Zeg maar, elke euro die het kost om het te verwerven is eigenlijk zonde, weet je wel? Ja. Dus dat zijn manieren waarop je het kunt vergelijken met voor en na. En waarmee je in de doorloop van de tijd kunt zien dat je het steeds beter gaat doen. Ja. Oké, ik ben tevreden. Herbert? Ja, ik heb eigenlijk nog wel 1 vraag. Jij verschijnt voortdurend in allerlei media om te praten over crypto. Ja. Je verschijnt voortdurend in allerlei media om te praten over corona. Is het nou voor het eerst dat je over je eigen core business hebt kunnen vertellen? Dat klopt, ja. Ja, dat komt ook omdat ik, zeker in het corona-debat, vind ik het heel belangrijk dat ik neutraal daarin sta. Ik heb er ook daadwerkelijk vanuit Procurios geen belang bij. Maar als je elke keer gaat roepen Procurios, weet je, ja, dat schiet niet op. Het helpt mij niet, het helpt Procurios niet, het helpt Nederland niet. Dus vandaar dat ik dat heel... Ik was gewoon benieuwd. Ja. Dat wou ik weten. Ja, mooi. Nou, een debuut dan. Hartstikke goed. Ja. Voor eerst. En ik vond het leuk. Ja, was gewoon. Ja, nee. Dat is ook wel moeilijk. Maar dit is wel moeilijk, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Dit was Technoloog 199. Bert bedankt. Herbert bedankt. Ben bedankt. Tot de volgende Technoloog. Ja. Tadaa.